En het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, HINT, heeft vandaag op het Commissariaat van Komowenen een informatiesessie over consumentenzaken georganiseerd. De sessie was bestemd voor bestuursambtenaren van het Commissariaat, resortsraadsleden en ondernemers. Volgens Arti Shirmoti, coördinator Consumentenbescherming en begeleiding van de afdeling Consumentenzaken van HINT, is in de praktijk gebleken dat winkeliers vaak vervallend producten verkopen. Niet alle consumenten weten dan waar ze hun klachten kunnen deponeren. We hebben een aantal jaren dus begonnen met deze awarenesscampagnes. Maar we zien dat burgers toch niet weten wat hun rechten en plichten zijn als consument. Dus vandaar dat we dus proberen met deze awareness- en infosessies ze meer dingen te betrekken. En uh, meer naar ze toe te gaan. Hoe groot is de groep die hier wordt geïnformeerd? Um, van de DC hebben we begrepen um, dat er uh, een toch een grote groep is. Uh, waarbij uh, ondernemers zijn uitgenodigd, uh, bestuursambtenaren, um, relevante organisaties, uh, DR en RR-leden. En in welke districten hebben jullie reeds die sessies gegeven? Uh, in district Para, um, op Achoni en Saramaka. Shiromoti zegt verder dat elke consument met klachten terecht kan bij consumentenzaken en dat elke klacht serieus wordt genomen. Ze gaat in op de typen klachten die het ministerie dagelijks binnenkrijgt. Bij consumentenzaken krijgen we meer klachten over garantieaspecten, verborgen gebreken, maar ook dingen bijvoorbeeld klachten als vervallen goederen, prijsopdrijvingen. Dat soort zaken zijn wel uh, veel aangekaart vanuit de samenleving. En uh, wat doet Consumentenzaken dan? Uh, bijvoorbeeld uh, prijsopdrijvingen, vervallen goederen. Uh, die klachten vallen onder uh, economische delicten. Die klachten worden dan gestuurd naar de afdeling e ECD, Economische Controledienst van het ministerie. En uh, garantieaspecten, verborgen gebreken. Dat soort uh, klachten worden door de afdeling Consumentenzaken afgehandeld. Dat is dus Artie Schirmoti, coördinator Consumentenbescherming en begeleiding van de afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. HINT hield vandaag een informatiesessie over Consumentenzaken op het Commissariaat van Kommowede en wel het Nieuw Amsterdam.